500 euro interesseert je niet. En niet als mijn leven ervan afhangt, absoluut. Vrijdag begint de Giro met een nieuw klassement. Als een soort Max Verstappen de berg af. Want wie het eerst beneden is, krijgt 500 euro. Een goed idee. Het idee is misschien goed. De uitvoering misschien kan dat nog wel anders. Wielrennen is sowieso al een gevaarlijke sport. Dan ga je de renners toch niet nog eens extra uitdagen om bewust meer risico's te nemen. Om bewust hun leven op het spel te zetten in een afdaling door daar een klassement op te zetten. Ja, ik vind het echt te absurd voor woorden. Ik denk niet dat het door een klassement in de afdaling, wat je achteraf te horen krijgt, dat het de koers zelf gevaarlijker gaat worden. Ja, je wilt toch zo snel mogelijk naar beneden? Ja, maar dat is altijd zo. Je moet ook wel rekening houden met het feit dat er op het scherpst van de snede al gekoerst wordt en dat er dan een extra aspect aan toegevoegd wordt. Dat is gevaarlijk? Ik denk dat het gevaarlijk kan zijn, ja zeker. Natuurlijk, Italië is het land van de gladiatoren, maar dit moeten we met onze wielersport niet willen. Die 500 euro, dan ga jij nog harder die berg af? Laat het toch op. Zo weinig verdienen ze niet, hoor. Echt. Gelul? Ja, gelul. We moeten niet willen dat renners worden uitgedaagd om hun leven op het spel te zetten. Vers in mijn geheugen staat nog het overlijden van Wouter Weiland. Al meerdere malen in de Giro gezien dat afdalingen levensgevaarlijk kunnen zijn zonder wedstrijdelement. Dus met wedstrijdelement gaat het zeker gevaarlijk zijn. En waarschijnlijk ook levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk? Dat is gelul. Mag hij zeggen, misschien is hij al wat langer oud-prof. En het kan best zijn dat hij even vergeten is dat er tegenwoordig misschien iets harder gereden wordt. Misschien iets anders gekoerst wordt. 500 euro interesseert hij niet. En niet als mijn leven ervan afhangt, absoluut. Maar wat hier het meest wringend is, het meest tenenkrommend, is dat die renners van niks weten. Die zitten één week van tevoren en de Giro Italia heeft extra inkomsten nodig. Die zeggen, nou, we kunnen een sponsor, kunnen we nog een afdalingsklassement verkopen, dan doen we dat. En die renners weten van niks. Ik vind nu tot het tijd is dat het peloton één vuist maakt en laat zeggen, tot hier en niet verder. Want dit is echt ver erover.